Welkom, dames en heren, bij deze speciale aflevering van No Limits. Vandaag zitten wij in de wereld van avonturen. Ja, de World of Adventures, zo heet deze map. En in deze World of Adventures worden wij gedropt op deze parkeerplaats. En eer dat wij daar bij die achtbanen zijn, moeten we dus even voor gaan lopen. Het zijn 4 achtbanen die hierin zijn gebouwd. Ik ga ze voor het eerst doen, maar ik zag dat in de beschrijving stond dat er 4 achtbanen waren. En hij lekt misschien een beetje, maar dat komt waarschijnlijk door de supports. Hij heeft allemaal custom supports gemaakt. En die waren echt bijna 2 minuten aan het laden om deze hele map te laden. Dus dat betekent dus dat het best wel veel in is gebouwd. Het is ook echt een ontzettend grote map. Maar we naderen, als het goed is, de eerste achtbaan die in de verte staat. Een gele support zie ik al. Ik hoor muziek in de verte. En ik ben eigenlijk keihard aan het jumpen. Is hier misschien de ingang van het park? Even kijken hoor. Oh, ik denk dat dit een achtbaan, een ingang is van het park. Oh, die muziek. Oh, wat schattig. Moeten we serieus met een trappetje? Wat grappig, we hebben een trappetje. Waar moet ik heen? Hier kan ik naar voren, maar ik weet niet of het een achtbaan is. Of dat dit de ingang is van de achtbaan. We lopen er ook gewoon op een achtbaanrails. Hier is de eerste achtbaan, daar gaan we dus in. Oh, wat leuk, een soort mijntrein is het ofzo. Oh jee, daar gaan we zeker in. Ta-da-ta-da-ta-da-da-da, leuk liedje. Ja, pijltje weg. Zo, we gaan door de bosjes. Altijd die bosjes aan de zijkant. Oh, vertrekt hij net? Meen je dit? Vertrekt hij net? Ik zit vast. Kom op! Kom op! Ik kan niet hier door. Waarom kan ik hier niet door? Zo. Nou, daar gaan we. Het heeft even geduurd. Maar hier is dus de eerste attractie die we doen. Het zijn dus 2 stations. Leuk dat die zo op elkaar komen. En zo te zien is het een soort van treintje die gewoon... Het lijkt of die door heel het park gaat of zo. Ik ben heel benieuwd. Of worden we daar omhoog getrokken? Volgens mij is daar wel een soort van... Oh, het is een achtbaan wat op snelheid gaat. Aha, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk dat ze dat een keer hebben gedaan. Dat hebben we eigenlijk nog niet vaak gezien in No Limits. Voor mij heeft hij best wel wat vaart, deze achtbaan. Aan de linkerkant bevindt zich de rode achtbaan. Ik weet niet of dit ook als achtbaan telt, want dan is dit de eerste die we daar eigenlijk doen van de 4. Oh, we gaan langs de gebergtes. Oh, wat gaaf is dit. Kijk nou jongens. Het is net een treinritje eigenlijk. We hebben wat slalommen maken we. Ik zie daar een heel leuk huisje. Misschien is het een station of zo. Het is gewoon echt een pretparkje eigenlijk. Maar we komen hier niet voor de andere attracties. Gaan we over een brug? Oh, wat gaaf. Het is gewoon een treintje eigenlijk. Oh, dat vind ik echt super gaaf gedaan. Oh, serieus? Komen we nu aan bij dit station? Het zijn dus... Serieus? Dat is echt tof. Ja, dit vind ik heel gaaf gedaan. Oké, we zijn weer hier op het pad. Ik ben weer helemaal van het padje af. En we gaan over het bruggetje. Gaan we door. Zo, ik snap niet waarom ik daar niet overheen kwam trouwens net hoor. Want dit is volgens mij wel een... Is dat hetzelfde? Of is dit een andere achtbaan? Volgens mij is dat hetzelfde idee. Maar goed. We gaan verder lopen. En waar komen we uit? Dat is een uitgang. Dat is met die bordjes aangegeven. En we gaan... Wat een groot park joh. Jeetje. Het lijkt net alsof er ook maar 2 objecten staan. En dat is pad die je kan neerleggen. Bosjes als de zijkant. En zeg maar lampionnetjes. Dat is het enige wat voor mij echt standaard objecten zijn in No Limits. Dat geeft voor de rest niet. Maar het ziet er al een beetje eentonig uit. We kunnen hier naar boven toe. Een beetje de berg op. En ik stel voor dat we deze aflevering 2 achtbanen doen. En dan knippen we hem. En doen we de volgende keer doen we de andere 2 achtbanen. Dat is een heel goed idee denk ik. Want ik zie al dat het echt een erg groot park is. En dan... Ja, dan is dat een beetje lastig. Ik weet niet wat dit is. Is dit dezelfde achtbaan? Even kijken. Oh, dit is waar we net in zaten. Oké, prima. Dan hebben we die al gehad. Dan kunnen we even kijken of we iets anders vinden. We kunnen onder de achtbaan door. En ik denk dat we richting die groene achtbaan kunnen. Hier staan bordjes dat we daarheen in kunnen. Kijk eens, daar komt-ie. Woe! Oh, daar wil ik in. Dit is een beetje de wachtrij, denk ik, voor dat. En hier komen we aan bij het station. Klimmen, 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 klimmen. Wow, die muziek. We gaan voorin. Nee, niet sluiten. Nee. Oh, nee. Verdomd, Malia.
Oh, er komt een nieuwe. Mooi zo. Daar gaan we. Oh, ik zit best lekker met die gordels. Nou, mij benieuwen wat dit voor soort achtbaan wordt. Wel echt gaaf dat die muziek over hebt toegevoegd. We gaan ook lekker snel een vaartje omhoog. We kunnen nu een beetje het hele park zien, hoop ik. Zoals je ziet staan daar nog echt gigantische achtbaan. Die gaan we dan volgende keer doen, die rode en die paarse. En dat andere karretje hebben we gedaan, die gaat dus ja, om het hele terrein, denk ik. Maar deze ziet echt fantastisch, fantastisch uit. Oh jee, daar gaan we. De eerste daling. Wow. Holy. Woehoe. Deze gaat echt heel hard. En dan krijgen we de rem en we zitten nog steeds heel hoog. Kijk maar, ja, we zijn wel iets naar beneden gegaan. Gaan we daar over de wachtrij heen. Over het station bijna. Maken we nog een loopingje of een barrelrol. Dat is een lange baan, joh, dit. Moet je kijken, een flinke jukkel. Zal het een paar miljoen kosten deze, als je deze moest laten bouwen in een pretpark. En de snelheid blijft er ook gewoon in zitten. Hè. We zijn er gewoon nog niet klaar met deze achtbaan. Hele scherpe daling met een bocht. En hier is het einde. Wauw, fantastisch gedaan. Wat een achtbaan, zeg. Jeetje. Ja, deze zou ik echt gewoon het echt willen doen een keer. Lijkt me echt heel vet. Of misschien wel iets voor Walibi of zo. Ja, wie weet. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat het leuk vonden en volgende keer gaan we dus de andere twee achtbanen doen. Dus zijn jullie benieuwd? Vergeet geen like te geven aan de video en te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer. Ja, tot World of Adventures. Tot dan, hè.